De ogen van onze kinderen zijn enorm slecht geworden. Dit wordt bevestigd door de orthoptist Farida Haarlo en kinderoogarts. Denise Doelwijd, de oorzaak hiervan is het gebruik van de vele mobiele apparaten. Volgens beide professionals hebben meer kinderen een bril nodig. Als je terugkijkt naar vroeger, was je minder digitaal bezig. Je had geen tablets. Kinderen waren minder op mobieltjes. Je had toen van die hele grote oude Nokia's, toch? Die de grote dingen die de eerste mobiele telefoons waren, volgens mij. Dus men was meer buiten bezig. Men ging meer spelen buiten. Maar nu zie je dat kinderen hier veel meer op hun tablet zijn of de telefoon van hun ouder pakken. En dan zijn kinderen ook geneigd om het heel dicht bij te houden, heel dicht bij hun gezicht te houden. Ook op de oogpolie in het academisch ziekenhuis zien wij een toename aan kinderen die de oogpolie bezoeken, omdat ze niet zo goed kunnen zien op het bord. Het zijn vaak ook kinderen die, als ze navraag doen, heel vaak binnen zijn en heel vaak spelen of een telefoon of een tablet of games dichtbij, een Nintendo, etc. Willen wij er naartoe werken dat de ogen van onze kinderen gezond blijven, zouden wij ze minder achter technische apparaten moeten laten zitten. Volgens Haarlo zouden de kinderen vaker aan buitenspelen moeten doen. Als wij het bijvoorbeeld blijven overnemen van het buitenland, zal het niet goed aflopen met onze kinderen. Wereldwijd zal 50% van de kinderen rondlopen met een bril vanwege bijziendheid. Dit blijkt uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Nou, een aantal oorzaken voor bijziendheid zijn bekend. Erfelijke factoren, genetische factoren. Ouders die bijziend zijn, die kunnen dus kinderen maken die ook bijziend zijn. Maar er zijn ook andere factoren die een rol blijken te spelen. Die omgevingsfactoren worden genoemd een grote roemer en die de afgelopen jaren zijn veranderd. Kinderen zijn vaak binnen, kinderen spelen vaak op devices. Men is gaan onderzoeken of deze factoren een rol spelen dat er nu meer kinderen zijn die moeten brillen. Wel, wat heeft men ontdekt? Men heeft ontdekt dat als kinderen heel lang bezig zijn dichtbij, dat het oog ook daarnaartoe groeit. Het brekingspunt om scherp te zien maakt dat het oogbal daardoor langer wordt. Wordt de oogbal langer, dan zit het kind dus beter dichtbij en wordt het kind dus bijziend. Kinderen die wonen en leven in de kustvlakte worden eerder geconfronteerd met het dragen van een bril dan kinderen van het platteland. Dit is internationaal bewezen. Ook in Suriname zal dat niet veel verschillen, zegt orthopist Farida Haarlo. Een orthopist diagnosticeert en behandelt stoornissen in de samenwerking en ontwikkeling van de ogen. Een orthopist werkt veelal met kinderen en zelfs ook met baby's. Je doet onderzoek vanaf bij baby'tjes. Kan je al testen, want je doet die op een andere manier. Want kinderen kunnen niet zeggen wat ze zien, toch? Kleine kinderen, soms kunnen ze nog niet praten. Dan kunnen ze niet aangeven, ook als is met dit glasje beter of met dat glasje slechter. Dus dan heb je andere methodes en vaak ook op een speelse manier. Leer je dan als orthoptist omgaan met kinderen om op een betrouwbare manier toch te kunnen bepalen wat de sterkte is, wat het kind ziet.